Een nieuwe post, dus een nieuwe uitdaging. Dat zegt districtscommissaris Mike Nerkust, die enkele maanden terug is overgeplaatst van het commissariaat Paramaribo Zuidwest naar Paramaribo Noordoost. Volgens DC Nerkust zijn de problemen waarmee hij te kampen kreeg in Paramaribo Zuidwest niet dezelfde als de vraagstukken die er spelen op Noordoost. Laten we zeggen, elk gedeelte waar dat onder de districtscommissaris valt, in Suriname heeft zijn eigen eigenaardigheden. Toch? Zuidwest had meer woongebieden. Hier heb je meer zaken waarbij mensen zeggen winkels, panden enzovoort. Ze zijn wel woongebieden, maar die zijn ietsje minder dan Zuidwest. Toch? Je hebt hier zo ook nog de markten die een hele zware wissel trekken. Toch? Waarbij we kunnen kijken, waarbij we samen met de mensen van de markten kunnen kijken om het proces dat is ingezet verder te kunnen uitbouwen. Je hebt ook nog de historische binnenstad. Er zijn een aantal dingen hier zo die andere aanpakken, andere vormen van energie van je trekken. Maar het lukt wel. Tot nu toe gaat het wel. Toch? En we zijn bezig nu te kijken welke plannen we kunnen uitbouwen. Toch? Om bepaalde dingen die al in de startblokken waren om die verder uit te voeren of die alsnog te starten, toch? En om te kijken om binnen afzichtbare tijd een start te maken daarmee. De DC gaf verder aan dat zijn aanpak op het commissariaat Noordoost anders zal zijn dan wat hij gewend was op zijn vorige post. Niet alles kan je op dezelfde manier aanpakken, omdat de problemen per gebied verschillen, zegt Nerkust. Dat zei ik u toch. Elk gedeelte is anders. Toch? Wat je in bijvoorbeeld Latour zou verwachten, of wat je in Latour op een bepaalde manier zou aanpakken, kan je bijvoorbeeld hier op Maritretten of op Reveal of zo niet zo aanpakken. Ga je andere invalshoek moeten hebben. Dus alles heeft zijn proces, alles heeft zijn procedure. Toch? Het is gewoon soms een kwestie van tijd. Toch, om daaruit te komen. Maar het eindpunt halen, dat gaan we zeker doen. Toch? Omdat het eindpunt het punt is dat wij allemaal willen hebben om het zaligmakend gevoel te hebben dat je je taak hebt volbracht waarvoor je bent gekomen. Aldus districtscommissaris Mike Nerkus die sprak over zijn taken als DC van Paramaribo Noordoost. Na de reshuffling van de regering een paar maanden terug is Nerkust van Paramaribo Zuidwest overgeplaatst naar Paramaribo Noordoost.